Holy shit. Het ziet er wel goed uit. Wow, deze ziet er ook heel gaaf uit. Ze zien er allemaal echt wel heel erg mooi uit. Yo, gasten van Almusnormaal, mijn naam is Barend en wat leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. Vandaag heb ik weer een pakketje binnengekregen, namelijk weer een nieuw AliExpress pakketje. Wij gaan namelijk opnieuw kijken of dit goedkope boordje het waard is om te kopen, zodat jullie voor 4 euro een tof boordje kunnen hebben. Ik dacht, ik koop er een aantal, want ja, ik vind het ook leuk om wat boordjes weg te geven. Ik hoop dat ik dat binnenkort kan gaan doen, maar voor nu gaan we hem lekker openmaken. Ik ben echt ja, heel hyped, ik ben heel benieuwd wat er nou uiteindelijk in zit, want ja, je weet het sowieso toch maar nooit bij die AliExpress dingen. Ik ben ook heel erg benieuwd naar de kwaliteit. Zoals jullie weten heb ik dit al een keer eerder gedaan. Daar ging het sowieso mis met de breedte van de boordjes. Want die waren heel dun, waren 29 mm. Dat moet je natuurlijk niet hebben. Hier heb ik twee boordjes met 33 mm, volgens mij alle twee. En dat is allemaal net even een stuk chiller om mee te boorden dan met 29 mm. Of vind ik persoonlijk in ieder geval. Dus dit zijn wel 32 mm boordjes, als het goed is. Deze hebben ook een leuk kleurtje, als het goed is. En ja, ik kom dus net terug van karten van de racedag. Dus ik ben echt exhausted. Maar ik kon gewoon niet wachten tot het openen van dit pakketje. Dus we gaan het nu ook gewoon doen. Ik ga er even bij staan. Dan kan ik even wat makkelijker erbij. Nou, dit is allemaal in een plastic zakje. Helemaal vanuit China hier in Nederland gekomen. Dus dat vind ik sowieso wel knap dat het zeg maar is gelukt. De hype is nog steeds real. Want ik hoop gewoon dat dit gewoon goede shit is. Zodat we met z'n allen lekker goedkope fingerboardjes kunnen kopen. Dus ik heb een pakketje. In een pakketje. Oké, nice. En dan gaan we hem nog een keer openmaken. Beter zijn dit niet gewoon alleen maar pakketjes in pakketjes. Want dan word ik gek. Alright. Holy shit. Oké, ik zie een hele hoop plastic. Het ziet er wel goed uit. Alright. Oké. Ja. Dit zijn 1, 2, 3, 4 boordjes. En ik had ze ook alle 4 besteld. Dus dat is in ieder geval chill. Dat is goed. Ik ben blij. En dan gaan we gewoon maar even 1 voor 1 beginnen. Ik begin bij deze. Maak ik hem open. Ga ik even kijken. Ik zie in ieder geval wat er allemaal in zit. We maken het gewoon rustig open zo. Alright, daar is die dan. Deze is geel. Dit ziet er best wel legit oké uit. Hier heb ik een geel boordje. Ik ga hem ook gewoon even uithalen. Wow. Dit voelt gewoon legit. Diepe concave zo te zien al, gelijk. Kicks zijn alle twee gelijk. En zoals jullie weten, in de Black River unboxing video had ik best wel een rant op het feit dat deze kick groter was dan die andere. Ik ben daarop teruggevallen. Leg ik een andere video uit, komt goed. Deze zijn dus gelijk. Hij is inderdaad 32 mm. Hij is even breed als mijn normale boordje. Dus dat is wel heel nice. Dit is... Het voelt goed. Het voelt goed. De plies zijn heel saai. Zijn eigenlijk gewoon bruin. Gewoon wit. Dus dat is wel zonde. Wat heb ik nog meer erbij zitten? Dat is een pakketje met 2 velletjes riptape. Holy shit. En het voelt ook goed aan. Wow, guys. Dit is echt even zwaar boven verwachting, hé. En dan nog trucks met ook daadwerkelijke bushings. En wieltjes. En ook die wieltjes zien er goed uit. Ik ga er even eentje pakken om te voelen naar de textuur van die wieltjes. Maar de wieltjes zien er ook goed uit. Ik zal zo meteen alles heel even in een close-up allemaal nog laten zien. En zoals je kan zien zit er ook een gele truck in. Alleen zo te zien is deze truck wel 29 mm. Ja, dat dacht ik al. De truck is 29 mm en het boordje is 33 mm. Dus dat ziet er een beetje knullig uit. Dat is wel een beetje jammer. Grip tape, alleen daarvoor zou ik het al doen. Dan gaan we gewoon heel even een volgend boordje openmaken. Doen we dit plastic heel even aan de kant. Laten we de blauwe openmaken, want dat vind ik ook al een toffe kleur. Alright, en dit is de blauwe. En de blauwe ziet er al wel weer beter uit. Want die plies, die zijn ook blauw. Die gaan we er even... Gaan we even uitpakken. Damn, dude. Deze is gewoon legit gaaf. De plies kan je niet zo goed zien natuurlijk nu, maar die zijn wel echt heel tof. Damn. En ook hier weer 2 dingetjes griptape, wat gewoon super fijn is om te hebben. Bij die gele zitten zwarte wieltjes en bij deze zitten blauwe trucks en witte wieltjes. Oh, hier zitten ook van die dingetjes bij. Misschien is dat wel om de wieltjes tegen te houden dat ze niet verder op de trucks gaan. Dan gaan we ook even de rode en de groene. Dat is de laatste. Die gaan we ook even uitpakken. Maar dit ga ik even heel snel doen. Ook bij de rode zitten weer 2 stukjes griptape. En dan het boordje. Wow, deze ziet er ook heel gaaf uit. Ze zien er allemaal echt wel heel erg mooi uit. Ook bij deze. De kicks zijn vrij hoog. Ziet er allemaal best wel prima uit, om heel eerlijk te zijn. En hierbij zitten een setje rode trucks en witte wielen.
En ook deze wielen zien er best wel prima uit. Je ziet wel heel erg dat dit gewoon echt plastic is. Maar deze rode heeft ook mooi rode plies ertussen zitten. Maar het ziet er in ieder geval best prima uit ook. Zo, hier heb ik inmiddels echt één grote plastic bende. En dan last but not least... En dan last but not least... de groene. En ook deze ziet er weer tof uit. Twee velletjes griptape. En hier, wow, wacht heel even. Dit zijn... Oh, vet, oké. Een groen boordje. Ook dit boordje ziet er weer heel tof uit. En hier heb ik groene trucks... en doorzichtige wielen. Daar gaan we even goed naar kijken. Ik ga ze denk ik allemaal proberen in elkaar te zetten. Dat is wel een aardig klusje. Dus kan het wat langer duren. Deze wieltjes zijn fucking mooi. Dit is echt heel gaaf. Die doorzichtige wieltjes. Oeh, daar gingen ze bijna. En ook weliswaar zijn deze trucks zo te zien 29 mm. En in het groen. Dus dat is wel heel gaaf. Alright. Oké. Ik moet zeggen dat ik aangenaam verrast ben door de looks van deze boordjes. Ze zien er serieus goed uit. Yes, alright. Ik heb hier dus alle vier de boordjes. Oh, wacht eens. Oh nee. Ik heb hier dus alle vier de boordjes. En zoals je kan zien, ze zien er gewoon echt goed uit. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik deze boordjes echt heel nice vind. Ik ga eventjes een aantal in elkaar zetten. Of het er één of twee worden, dat, of allemaal, dat weet ik niet. Dus ik zou zeggen, ik zie jullie zo meteen. Dat gaat natuurlijk bij jullie allemaal plezier. Maar voor mij duurt het allemaal wat langer. Dus ik ga ze even in elkaar zetten. En daarna kom ik terug met een kleine review. Ik dacht, ik leg het eerst heel even wat leuk uit. Om te kijken of alles wel klopt en of alles er wel bij is. Ja, hier ga ik jullie even laten zien hoe dat er nu allemaal bij ligt. We hebben één blauwe complete set, wat er echt super tof uitziet. Dan hebben we één groene complete set die er ook heel tof uitziet. Dan hebben we één rode complete set. Dat ziet er ook echt heel tof uit. En een gele complete set. Die ziet er ook heel tof uit. Maar, zo dat zei ik wel heel hard. Maar zoals je hier kan zien, die schroefjes, die kloppen niet. Ik krijg ze ook niet uit elkaar. Dus dat is, dit is wel een beetje verpest. Dus dan moet ik heel even andere schroefjes ergens vandaan toveren. Maar dat komt vast wel goed. En zoals je misschien kan zien, even kijken als hij even scherp stelt. Je ziet ook van die hele kleine dingetjes daar. En die moet ik straks om de trucks heen doen, zodat de wielen een beetje ervan afkomen, zodat het nog een beetje oké uitziet. Ik ga ze gewoon allemaal in elkaar zetten op loop van deze dag. Dus let's go! Yo, daar ben ik weer en ik heb ze allemaal in elkaar gezet en we gaan ze nu even doornemen. Zoals je kon zien, ze zien er allemaal super tof uit. Dus ik ga even stuk voor stuk ga ik er langs. Ik ga eventjes mijn honest review geven, want ik heb er ook al een beetje mee geboord. We gaan gewoon even kijken naar de boordjes. Hier hebben we zoals je kan zien en daarnaast hebben we natuurlijk ook nog een extra stukje rip tape per boordje. En nog de tools en een extra dingetje wat er ook nog bij zat. Zo'n boutje en een schroefie. Dus ja, wat is mijn mening over deze boordjes? Eigenlijk ben ik best wel tevreden. Ja, ik vind het eigenlijk best wel hele goede boordjes voor het geld wat het eigenlijk is. Want, zoals je kan zien, ze zien er gewoon goed uit. Yes, ik ga ze heel even allemaal stuk voor stuk doornemen. Hier hebben we dan de gele, even een close-up. De plies, yes. En de rip tape. Ik heb hier een bliksempje op gemaakt, omdat geel bliksem. Ik dacht dat is misschien wel leuk. Zwarte wieltjes. En deze ziet er best wel goed uit. Dan gaan we naar de blauwe. Blauwe met witte wieltjes. Ziet er ook tof uit. Ik heb hier ook wat op gedaan met de grip tape. Gewoon puur omdat ik dacht van, nou, misschien is dat wel leuk. En ik heb toch extra, dus ik kon het zeg maar gewoon doen. Weet je wel, als het fout was gegaan, dan had ik gewoon een ander plakje gepakt. Ja, ik vind het eigenlijk best wel tof eruit zien. Dan hebben we de groene. En ook deze groene ziet er heel tof uit. Zoals je kan zien, de wieltjes zijn doorzichtig. Wat ik persoonlijk echt heel tof vind. Ja, het ziet er gewoon tof uit. En ik weet niet, het past ook wel bij het groen. Bij de groene heb ik ook iets in de rip tape gedaan. Gewoon een schuine streep. Ja, op zich best wel vet en niet heel bijzonder, maar gewoon cool. En dan hebben we hier de rode met witte wielen. Ik zat nog te twijfelen om de zwarte wielen van de gele hierop te zetten. Maar toen dacht ik, nou, ik doe dat maar niet. Ik doe gewoon alles wat bij elkaar is. En de plies zijn hier rood. Oh, trouwens, van de blauwe is het, zoals je kan zien, blauw. En de groene is natuurlijk groen, dat er gewoon tof uitziet. Maar ja, de rode die ziet er zo uit. En op de bovenkant heb ik geprobeerd een soort van vlammen te maken. Nou, het ziet er op zich nog wel oké uit. Het is wel een beetje bijzonder, maar ja, weet je, ik vind het wel vet. Dan even over de griptape gesproken. Die is gewoon nice.
De grip tape is gewoon legit echt heel vet. Het is iets zachter dan de Burlingwood grip tape. Het is niet dik zoals je heel vaak krijgt bij dit soort boordjes. Bij die goedkope boards krijg je hele dikke grip tape. Of hele harde, waardoor je zeg maar eigenlijk amper grip hebt. Dus wat dat betreft, die grip tape, daar zou ik het al voor doen. Dat sowieso. Maar is het dan die €4,23 waard? Ik kan volmondig ja zeggen. Kan je het vergelijken met een Burlingwood of een ander professioneel fingerboardje? Nee, absoluut niet. Je hoort ook gewoon naar dit en dan... Je hoort gewoon dat het allemaal niet helemaal 100% goed is. Dat kan je ook zien. Even kijken als ik een beetje een shotje maak. Zoals je kan zien, de trucks sluiten niet helemaal lekker aan. Dat is wel jammer. Bij de blauwe heb ik zeg maar het probleem dat die boutjes zeg maar loskomen. Daar kan je gewoon easy fix door dat eventjes iets aan te knijpen met een knijptang. Dus dat is op zich niet heel erg. Nou, de wieltjes zijn natuurlijk heel echt van plastic. Maar ze rollen super goed, zoals je kan zien. En ze rollen ook gewoon lekker. Dus voor €5 heb je hier gewoon echt een prima boordje waar je echt heel veel en lekker mee kan oefenen. Ik kan het dus enorm aanraden. Ik zou de link ook achterlaten in de beschrijving. Ik ga deze gebruiken voor andere video's natuurlijk. Je verwacht natuurlijk niet de €100 kwaliteit als iets maar €5 is. En dat moet je ook niet verwachten bij deze boordjes. Maar is het een goed beginboordje? Absoluut. Ik kan je wel aanraden, mocht je deze nemen, weet wel dat er wat fout kan gaan in de bestelling, omdat het helemaal uit China komt. Bijvoorbeeld deze gele. Ik heb hier Tech Deck schroefjes in moeten draaien, omdat de schroefjes die hierbij kwamen niet helemaal klopten. En ja, er is dus wel gewoon een kans dat de bestelling niet helemaal lekker overkomt, of dat ze het niet helemaal lekker netjes afronden of whatever. Ik ben in ieder geval heel blij met het eindresultaat en met deze boordjes. Dus ja, ik kan het heel erg aanraden om deze boordjes te kopen. Al is het er 1 of 2. Ik zou er gaan voor 2, want het is sowieso super goedkoop. Dus dan ben je een tientje kwijt. En heb je gewoon 2 goede boordjes, mocht er eentje stuk gaan. Want ik denk wel dat deze gevoelig zijn om stuk te gaan. Omdat het natuurlijk niet de beste kwaliteit is. Of dat je misschien een verkeerde order binnenkrijgt. Dus ja, ik kan dat wel aanraden om er misschien 2 te halen in plaats van 1. Verder zou ik het gewoon 100% doen. Want voor dit geld heb je gewoon een prima boordje. Die lekker rolt. Die misschien wel een beetje scheef is. Maar dat is wel wat je kan verwachten voor €10. Of €5 dan per stuk. Ik weet op zich wel een leuk idee wat ik met deze boordje ga doen. Want ik wil ze eigenlijk gaan weggeven. Maar ik ga ze wel weggeven op een leuke manier. Ik hoop dat jullie die manier ook leuk gaan vinden. En zoals altijd zeg ik like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Later.